Datalek GGD. Dat de regering Rutte excelleert in blunders en zwabberbeleid als het over corona gaat, staat buiten kijf. Het datalek schandaal van de GGD is daar geen uitzondering op. Medewerkers van de GGD hebben gegevens verkocht van duizenden Nederlanders die voor coronatesten en of contactonderzoeken bij de GGD geregistreerd stonden. Huisadressen, telefoonnummers en zelfs burgerservice-nummers. Alsof dat niet erg genoeg is, heeft de GGD dit binnenskamers proberen te houden en medewerkers verboden met de pers te praten. Voorzitter, het wordt nog erger, want het blijkt dat de voorzitter van de landelijke koepel GGD en ChristenUnie-deuger André Rauwvoet al in april 2020 wist dat het registratiesysteem niet veilig was, maar geen maatregelen nam. Voorzitter, onbegrijpelijk dat deze man nog op zijn plek zit. De schaamte voorbij, zoals op tv te zien was, dat deze man al bijna een jaar op de hoogte is van deze grote, ernstige problemen. Voorzitter, dan mijn eerste vraag. In hoeverre is de GGD-instantie nog te vertrouwen? De PVV kreeg veel berichten binnen van mensen die zich ernstig zorgen maken over het feit dat hun gegevens op straat liggen. Veel mensen willen zich niet meer laten testen en twijfelen nu of ze zich moeten laten vaccineren. Voorzitter, dan nog twee vragen. Is het mogelijk om deze vaccinaties desgewenst anoniem te doen? En tenslotte mijn laatste vraag. Kan het college bij betreffend minister aandringen op het onmiddellijke ontslag van voorzitter GGD-koepel heer Rauwvoet? Het lijkt me niet mogelijk om anoniem te gaan testen. Dat lijkt me heel erg lastig, ook überhaupt, om het op een goede manier te organiseren en te registreren. Maar het meeste verbaasde ik me wel over de opmerking van de PVV om de minister te verzoeken de heer Rauwvoet te ontslaan. En ik zou eigenlijk het tegenovergestelde moeten doen, denk ik, meneer Meels. Ik zou hem een bloemetje moeten sturen vanwege zijn fantastische inzet van de afgelopen maanden. We zijn hem daar zeer erkentelijk voor.